Hallo, het is hier Pieter Jan van Clipvakanties en ik ga je kort uitleggen hoe dat je je Android smartphone klaarmaakt om enquêtes te ontvangen van de andere deelnemers. Het is redelijk eenvoudig, er zijn 4 stappen te volgen en als er iets misgaat, kun je me altijd contacteren. Okay. Wat ik u aanraad is om dit filmpje open te zetten op je computer en dat te pauzeren wanneer nodig en tegelijkertijd pakt je je gsm erbij en kun je zo makkelijk blijven volgen waar je zit in het 4 stappen proces. Oké, eerste stap is surf naar www.clipvakantie.be/enquête en klik dan op stap 1. Dan gaat je dus gewoon klikken op het logo dat hier staat of op de link. Dan vraagt het, wil je deze link openen in Google Play Store? Dan duw je op ja. En dan gaat je die applicatie downloaden. Het kan zijn dat hij zegt van insufficient space, omdat die applicatie wel redelijk groot is. Dan is de oplossing vaak om een aantal applicaties, grotere applicaties die je hebt, te verplaatsen naar je SD-kaart. Dat kun je ook heel makkelijk op Google vinden. Dus gewoon dan move Android app to SD-card of iets in de genre. Dus dat is redelijk eenvoudig. Dus als dat geïnstalleerd is, klik je hierop terug. En dan staat er hier, ga je naar stap 2, download enquêtebestanden. Klik je gewoon op de link, dan ga je zien staan, afhankelijk van de taal van je gsm, van starting download of start download, dan moet je verder eigenlijk niks rond doen. Het kan zijn dat hij je daarna een wit scherm geeft, dan duw je gewoon hier op terug op je gsm om weer dit scherm te zien. Okay. Aanbeland bij de iets moeilijkere stap, en hier zult je wel af en toe moeten pauzeren, denk ik. Nu gaat je dus die applicatie die je daarnet hebt gedownload, die server for PHP, geopend dat. En dan gaat je de instellingen moeten veranderen. Dus eerst klikt je op de titel die je hier ziet staan, dus op de documenten. Je klikt daarop. Dan gaat je zo een pop-up zien tevoorschijn komen. Eenmaal op Go Up klikken. Dan ziet je dus een heleboel mappen staan. Daar klikt je op Download. En dan klik je uiteindelijk op Choose. Okay. Dan kun je de server starten. En moet je eenmaal op de link die dan daar komt te staan, moet je daarop klikken. Dit kan dan nu wel ongeveer al zeker een minuut duren. Maar na een minuut zou je dit scherm moeten zien. Enquête live op. Het HTTP-adres dat er staat is verschillend gsm per gsm. Maar dus dit zou je moeten zien. Dus dat is die stap. Weet dus dat tot nu toe altijd uw wifi gewoon opstond om alles te downloaden. Hè? Nu gaan we dan terug naar de laatste stap. En dan moeten we eigenlijk onze tethering aanzetten. Dat is een hotspot. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan, maar op de meeste Android-telefoons is dat zeker mogelijk. Als je niet weet waar dat staat, dan staat meestal onder het algemeen deel van je settings, onder wireless connectivity of zaken als dat. Anders raad ik aan om via de zoekfunctie van je gsm gewoon duw tether in, dus T-E-T-H-E-R. En dan gaat je het normaal gezien ook zien staan onder je settings. Dan moet je dus je portable hotspot aanzetten. Dat is gewoon een schuifdingsje. En wat ook nog wel handig is, is klik toch nog eens op Setup WLAN hotspot. Of als dat in Nederland staat, de variant ervan. Verander eventueel de naam van de wifi die je gaat uitzenden naar Clip Enquête, maar dat mag ook je eigen naam zijn, dat maakt niet veel uit. En qua gebruiksgemak kun je best ook de security op open zetten, zo moeten de deelnemers geen wachtwoord ingeven als ze op je hotspot gaan om die enquête in te vullen. Belangrijk, en dat staat hier ook in het rood, is dat je je 3G gaat moeten uitzetten, want wat gaat er nu gebeuren? Je bent eigenlijk een wifi hotspot gemaakt met je gsm. De bedoeling is daar natuurlijk om enkel die enquête mee uit te zenden en niet ook je 3G te delen met iedereen, want dat kan een zeer dure grap worden. Dus vooraleer dat je de deelnemers aanspreekt om te connecteren met het netwerk waarvan je de naam hier hebt opgegeven, gaat je toch ook eerst je 3G-verbinding uitzetten. Dat is ook weer in je algemeen menu. Alles is nu klaar, zodat de deelnemers de enquête kunnen invullen. Ga toch nog even kort naar dus de server voor PHP-applicatie.
Belangrijk is hier dat bovenaan in serveradres je USB-net hebt staan. Het IP-adres hoeft absoluut niet hetzelfde te zijn als wat je hier ziet staan op het scherm, maar wel die USB-net, dat is belangrijk. Dan is het ook nog mogelijk dat de server niet aanstaat. Klik gewoon op de Start Server-knop opnieuw beneden. En dan klik je als laatste nog eens op de link die net boven de Start Server-knop gaat verschijnen. Daar kan je dan uiteindelijk de QR-code zien die de deelnemers makkelijk kunnen inscannen of het HTTP-adres dat ze in hun gsm moeten intippen, nadat ze natuurlijk met uw hotspot die je net hebt aangemaakt geconnecteerd zijn. En dan belangrijk is, je gaat zien bij die verstuur resultatenknop, dat nummerje gaat naar omhoog gaan, ja, als je de pagina refreshed. En het is belangrijk dat eens dat alle zaken ingevuld zijn, gestopt, uw hotspot, daarna gaat je weer op de wifi, die wij bij Clip typisch aanbieden voor de monitor of toch op bepaalde plaatsen. En dan duwt je gewoon op verstuur resultaten en dan gaat je ook een bericht krijgen of dat succesvol is geweest of niet. Dus belangrijk is, stap 1, je hebt heel installatie gedaan. Stap 2, zet je hotspot aan. Laat de deelnemers daarop connecteren. Laat alles binnenkomen. Stap 3, zet je hotspot uit. Connecteer opnieuw met een wifi, zodat je je resultaten gaat kunnen doorsturen naar ons. En dus klik gewoon op de knop verstuur resultaten. Voilà, that's it. Als er nog vragen zijn, mag je mij altijd mailen.